Het is maandagavond 9 uur en zoals u gewend van ons bent op kanaal 8.3. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, ik heet u van harte welkom. Op weg naar een excellente overheid. Excellente overheid. Weet ik zeker voor de mensen die dus de afleveringen van Opinie goed volgen, dat we al eerder iemand hebben gehad die gesproken over excellente overheid. Zijn er een aantal zaken die in kaart moeten worden gebracht om deze overheid, of om een overheid, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Onderdelen van dit proces zijn het implementeren van een gedegen HRM-beleid, het ontwikkelen van werkprocessen en kwaliteitsstandaarden van dienstverlenende afdelingen en het uitbreiden van kader binnen het overheidssysteem. De HBO-opleiding voor ambtenaren zal moeten voorzien in de uitbreiding van kader binnen die overheid. In dit kader hebben we vanavond twee gasten in de studio voor u gebracht die nauw betrokken zijn bij het onderwerp waar we het vanavond over zullen hebben. Waarover zullen we het hebben? Vanavond hebben we het over de HBO-opleiding voor ambtenaren. De gasten voor vanavond zijn Mike Noor-Salim, de minister van Binnenlandse Zaken. Noor-Salim heeft de graad van Master in Business Administration. Voor zijn ministerschap heeft hij als oprichter en directeur aan de basis gestaan van twee IT-opleidingen op HBO en MBO-niveau. Noor-Salim heeft verder als directeur gewerkt bij een bouwconstructiebedrijf. Hij is thans de minister van het ministerie van Binnenlandse Zaken en heeft aan de basis gestaan van de totstandkoming van de HBO-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor ambtenaren. Dames en heren, Mike Noor-Salim. Dennis de Keijzer, specialist in Change Management and Performance Excellence. De Keijzer heeft 30 jaren gewerkt in de public, private en non-profit sector. Hij heeft verschillende leidinggevende functies bekleed. De Keijzer is coach, trainer en consultant. Hij is docent geweest op verschillende particuliere hogescholen. Als lid van de werkgroep ter voorbereiding van de HBO-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement heeft de Keijzer zijn bijdrage geleverd aan de opzet en het curriculum van eerder genoemde opleiding. Dames en heren, Dennis de Keijzer. Heer minister, welkom in Opinie. Goedenavond. Heer de Keijzer, voor de tweede maal in Opinie. Welkom. Dank u. Ja. We vinden het aardig dat jullie uw tijd hebben vrijgemaakt natuurlijk om hier met ons een beetje te zitten. Om over ook dit belangrijk onderwerp te praten, heer de Keijzer, heer minister. Nogmaals, welkom. We gaan bij de deur in huis vallen. Er is zojuist, hebben we dus de launch gehad van de HBO-opleiding voor ambtenaren. HBO-opleiding voor ambtenaren. Iets totaal nieuws voor Suriname. Van waar het idee? Nou, het idee is heel simpel. Van waar de eerste plaats weten wij dat er jaar en dag wordt gesproken dat binnen ons overheid wij een tekort hebben aan kader op HBO of bachelorniveau. Wij hebben intern als ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal scans gedaan. Meneer de Keijzer zal een van de scans ook aangeven. Maar op dat gebied van opleiding hebben wij zelf gezien dat wij liggen in de buurt van 22% hoogkader. Ongeveer 36% aan middenkader en daaronder zit laagkader. Dus u begreep dat wil je een goed functionerende overheid hebben, dat jouw kader ook een bepaalde
scholing moet hebben genoten, middelbaar of HBO. En het ministerie van Binnenlandse Zaken is het ministerie bij uitstek om aan te bieden opleidingen voor de ambtenaren. Het is ook verankerd, by the way, in ons grondwet dat de werkgever moet zorgen ervoor dat er een stukje opleiding plaatsvindt. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat in zijn taakstelling. Wij hebben momenteel, tot voor kort was het jaren zo, dat je alleen maar een kon putten uit op het niveau van VOJ en VOS. Dat zijn de surnumeraire en de vooropleiding surnumeraire. Dat kan je categoriseren. Onderwijs heeft het gecategoriseerd als te zijn VOJ. En MBO Plus, dat is dus wat we noemen VAO 1 en 2. En daarnaast is er niet echt een opvolging. Wat wij hebben gedaan is op basis van wat wij voelen zo in die praktijk, dat er ook behoefte is, gezorgd dat wij, behalve het onderzoek, hebben wij dus gezorgd ervoor dat 14 november jongsleden de ambtenaren ook de gelegenheid kregen om zich daadwerkelijk student te noemen van een opleiding die de werkgever in het verband de overheid aanbiedt. Heer de Keizer, ik noemde het woord excellente overheid. En ik ga je eerlijk zeggen, als die twee woorden excellente overheid, als ik die twee woorden zie, komt er alleen maar in mijn hoofd op Dennis de Keizer, change management. We have to change the system, heer de Keizer. Mm-hmm. Waar passen we dit erin? HBO-opleiding voor ambtenaren, excellente overheid. Nou, het is eigenlijk bijna onmogelijk om de performance van de overheid te verbeteren. Wanneer je dus, zoals de minister aanhaalde, historisch met bijna 50% dan minister, lager kader. No? Ja, 56, lager kader 56 zeker. Meer dan 50% ja, dus lager. In die buurt. Dus dat geeft eigenlijk aan, u weet, in het eerste programma hebben we de historische redenen achter dit groot aantal aangehaald. Het was eigenlijk meer werkgelegenheidsverschaffing door opeenvolgende politieke organisaties, waardoor die instroom zo hoog is geweest. Maar wanneer we dus willen werken naar een excellente overheid, praten we eigenlijk over prestaties en productiviteit. En dat heeft direct te maken met, als je beter wil performen, moet je mensen hebben die hoger opgeleid zijn. Natuurlijk komt er een vraagstuk en intern hebben we er vaak over gesproken van, er moet uiteindelijk een keuze worden gemaakt. Van welke richting willen we als overheid gaan? Willen we een kennisorganisatie worden uiteindelijk? Of willen we eigenlijk verkapte werkloosheid kofferen? Dus misschien komt het nog. Maar uiteindelijk gaat die keuze moeten worden gemaakt. Wat voor overheid willen we hebben? Willen we een overheid hebben waar je hoogkenniswerk gaat verrichten? Dan is dit die eerste aanzet. Toch? Dat je dus echt naar hoger opgeleide mensen gaat. Maar we hebben dus een scan gedaan in het kader van het toetsen van de executional capacity, dus de uitvoeringscapaciteit. En het klopt helemaal met wat de minister zegt eigenlijk. Plannen maken is al een probleem. Maar uitvoeren, en dat horen we de laatste 2-3 jaar, de uitvoering is een dodelijk probleem. En het heeft voor een belangrijk deel te maken met de knowledge, de know-how. Dus het opstarten van die HBO-opleiding is eigenlijk long overdue. Het had al lang opgestart moeten worden. Vanaf de onafhankelijkheid. Laat het even daarbij houden. Ja, ja. En welke vakken zullen gedoseerd worden? Of worden er gedoseerd, sorry. Ja, dus je kan een aantal zo from the heart even opnoemen. Je hebt dus sowieso, het is bestuurskunde en overheidsmanagement. Dus we zullen praten over de basics van bestuurskunde. Meneer de Keizer zei het daarnet, het gaat om een stukje beleid ontwikkelen. Overheidsmanagement en leiderschap. Er speelt ook leiderschap erbij. Hoe manage je, hoe geef je leiding aan in die totale organisatie? Als we zeggen dat die organisatie verdeeld is in drie segmenten. Strategisch,
tactisch en operationeel niveau wil zeggen dat je binnen die 3 of 4 niveaus die er zijn, dat je daar ook een stukje leiderschap moet tonen. Maar we praten ook over planning, monitoring en begroting, hè? Uitvoering. Hè? Wat meneer De Keijzer zegt, het projectmanagement, het kunnen uitvoeren van projecten op een dusdanige wijze dat je de targets haalt. Strategie en verandermanagement. We zitten met change, hij zegt het ook, maar je zit met change. En dat zijn min of meer de vakken in, zoals ik het even uit het hoofd nog kan herinneren. En wie heeft dit pakket samengesteld? Dus van, dit zijn de zaken dat we nodig achter dat de mensen moeten volgen. Wie heeft dat? Ja, kijk, wat wij hebben gedaan op het ministerie is dat wij aan de hand van een need assessment. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken heb je vorming en opleidingen. Ik zei, we geven bepaalde trainingen, opleidingen al. En wij hebben een commissie in het leven geroepen toen om op basis van de noodzaak die er is binnen dat ambtelijke, om na te gaan waar zit die gap, waar is er een lacune. En er is toen een rapport daaruit voortgevloeid, waarbij men heeft aangegeven waar de gap zit. Maar omdat wij zeggen vanuit de PPP-gedachte, public-private partnership, en dat moeten we beseffen dat we als overheid zullen wij niet alleen kunnen. Hè? De private sector kan het niet alleen, de public sector kan het niet alleen. Er moet een stukje samenwerking zijn tussen die twee. En we weten dat er ook kennis daar ligt bij die private sector. Wat wij hebben gedaan is een samenwerking met onze diaspora, Stichting Ontwikkeling Onderwijs Nederland-Suriname. Daar liggen heel wat Surinamers die al gepensioneerd zijn, die ervaring hebben met overheden, met opleiding opzetten. En er is toen op basis van het eerste rapport is er weer gekeken naar dat rapport, verfijnd. En we hebben gezegd, oké, we gaan onder andere het action learning methode gebruiken om dat te implementeren als onderwijskundig model binnen die opleiding. En met name ook de vakken. Maar we zeggen, het is thematisch ook. Wat wij kennen is op school dat je in een klas zit en dat je echt passief luistert en dat je daarna een tentamen maakt. Dat zal het niet het geval zijn. Hè? We willen dat die professionals die al op de werkvloer zitten, staan, werken, dat zij aan de hand van praktische problemen die er zijn, en op basis van een stukje theorie, oplossingsmodellen aandragen die de ministeries direct kunnen implementeren. Ja, ja. Dus dat is de rode lijn binnen dat geheel. Ja, ja. Dus om concreet wie het zijn. 1, onze eigen mensen. Daar zit er deskundigheid. En 2, deskundigen van Soens, waarmee wij een samenwerking hebben. Ja, misschien kan ik het even aanvullen. Ja, ik zat dus in de commissie. Mm-hmm. Die voorbereiding moest doen voor het bedenken van het curriculum. En daarin had je dus echt ook mensen uit het bedrijfsleven, uit de civil society, uit de public sector. En we hebben flink gediscussieerd over het profiel eigenlijk. Over wat is het profiel van een HBO ambtenaar. En vooral, ik had toen echt de gelegenheid om vanuit die excellente overheid aan te geven van, je moet eigenlijk werken van, hoe moet die ambtenaar er over 10 jaar uitzien? En toen kwam de discussie van, je moet mensen hebben die ook change management, kwaliteitsmethode en technieken, ethiek. Dus zo is eigenlijk het curriculum in eerste instantie ontwikkeld. Ja. Dus het was echt een merge van het private sector, public sector, civil society, die hun input hebben gegeven. Ja, ja. In de totstandkoming van het programma eigenlijk. Ja, ja. En is deze opleiding erkend door het ministerie van Onderwijs? Wij hebben, NOVA, daar moet je in principe als HBO-onderwijsinstelling jouw opleiding laten accrediteren. Kortom, er is, ik dacht in 2007 ook een wet, de wet NOVA. Maar omdat het om een nieuwe opleiding gaat, hebben wij dus aangevraagd toets nieuwe opleiding. Dus het accreditatieproces is ingezet. Er is al goedkeuring vanuit de Raad van Ministers om
middelen vrij te krijgen om te zorgen ervoor dat deze opleiding ook voldoet aan nationale en internationale standaarden. Ja, ja, oké. En dan komen we weer bij dat stukje opleiding voor de ambtenaren. Maar jullie zeiden, jullie gaven verschillende categorieën aan. Dus verschillende percentages. We hebben, volgens mij hoorde de minister zeggen 22%. Nou, dat is vanuit Binnenlandse Zaken. We kunnen het misschien extrapoleren en zeggen, oké, waarschijnlijk zal het op andere ministeries of een beetje hoger zijn. Misschien bij onderwijs iets hoger. Nee, maar als we naar dat globaal beeld krijgen, dan kan ik me wel voorstellen, ik denk dat de heer Keizer het ook al had uitgelegd in een van de vorige opinies, dat er verschillende categorieën zijn van opgeleide mensen binnen het ambtelijke. Toch? Dus, maar nu, waaraan moet je voldoen als ambtenaar om je op te geven of om überhaupt mee te mogen doen aan deze HBO-opleiding? Waar? Nou, het is een HBO-opleiding en zoals we al weten is de basis voor een HBO-opleiding is een MBO, een middelbare opleiding die je moet hebben. Dus dat is ook in dit geval niet anders. Maar laat me direct bij zeggen, want ik heb ook de vele positieve comments gehad, maar ook heel veel negatief. Want je kan maar in dit geval eerste cohort net 62 man accommoderen, om het zo te zeggen. Ja. En er hebben bijna 700 man zich opgegeven. Maar dat geeft wel aan, minister, dat die behoefte er wel is. Dat is maar een greet op. Ja, dus dat is bevestigd aan de hand van de cijfers. Wij wisten het al, dat er gewoon je bent op het veld. Je beweegt tussen de mensen, dus je weet dat de behoefte is. Maar nu is het middels een cijfer. In dit geval was exact 685 man hebben zich opgegeven, maar je kan net 10%. Omdat je zit met... Je hebt het zo oud als Suriname. Zij zeggen, we moesten dit eerder hebben gedaan. Laat me niet erbij vermelden dat je op het ministerie van RO ook een HBO-opleiding toen had, maar dat was echt voor bestuurskunde, IBAS. Maar het is overheidsbreed voor ambtenaren. Eindelijk een opleiding, kan je zeggen. Maar dat betekent dat je een inhaalslag moet maken. Maar ook qua capaciteit. Want je kan niet alle 700 man direct nu de gelegenheid geven. Al zou iedereen voldoen aan criteria, bepaalde criteria welke is gesteld. Er is toen een selectiecommissie in het leven geroepen of een commissie benoemd. En die op basis van een stukje onafhankelijkheid moest toetsen aan de hand van tevoren gestelde criteria, wie voor de eerste cohort wel of niet wordt toegelaten. Ja, ja. En dan begreep ik dat er heel wat mensen boos zijn en anderen zeiden, er zijn niet mensen bezig. Maar ik heb echt waarschijnlijk hier zelf op NII mensen die ik heel lang ken, niet van nu. En ze zeggen, mijn minister, jongen, mino, kies kans. Nou, ik zeg wel, als het om neemsafeesters was, dan was jij wel eens wel de eerste die ik op basis van neems. Maar er is een onafhankelijk selectiecommissie geweest. Voor hun eigen veiligheid wil ik de namen niet doen, maar er is een criteria vastgesteld. Maar straks kregen mensen steen op hun hoofd. Ik heb wel de slagen moeten incasseren, maar ja, dat is inherent. Part of the game. Dat is inherent aan de job. Aan de job, ja, inderdaad. Ja. En, maar u zei er kunnen, 62 man, no? Kunnen. Oh ja, u vroeg ook welke, dus uit het hoofd zeg ik middelbaar. Er is gelet op de plaats in de organisatie bij een leidinggevende. Want wij hebben gezien dat op de ministeries er wat leidinggevenden zitten die in principe een hbo-opleiding moesten hebben, maar door de jaren heen, door de ervaring, EVC's, hebben ze de functie mogen bemachtigen of invulling geven aan de functie en die graag die opleiding willen doen. Dus daar zijn we mee begonnen. We zeggen, oké, we gaan bij de leiding geven. En dat was als een van de onderdelen. Iemand die bij wijze van spreken gisteren was afgestudeerd van VO en een jaartje op binnen de overheid werk, die zou qua scholing gewoon normaal om naar de HBO te gaan, zou je wel toegelaten worden. Maar omdat er nog andere specifieke vereisten waren die te maken hebben met hoe lang zit je bij die overheid, waar zit je in welke rol zit je als leidinggevende of zo. Hebben we daarna gekeken. En aan de hand daarvan is dat dus alvast de eerste groep. Maar ik wil van deze plaats wel de mensen geruststellen dat er volgend jaar weer een cohort is. Begin volgend jaar, omdat het modulair is opgebouwd, zou je in principe met genoeg capaciteit, met genoeg uitvoeringscapaciteit,
elk jaar 2-3 cohorts kunnen hebben. Ja. En hoe lang duurt zoiets, meneer de Keizer? Hoe lang duurt die opleiding? Dus vier jaar. Het is een HBO. Nee, ik bedoel dus hoe lang... Oh, je zit één ambtenaar zit 4 jaar in Ja, dat is een HBO. Totdat die... Dat is een HBO. Oh, okay. Maar even tussendoor. Wil dat zeggen dat de eerste mensen die geselecteerd zijn, dus de eerste groep die geselecteerd is van 62 mannen, 62, ja. Dat dus deze mannen, deze groep 4 jaar doorgaat totdat de volgende groep kan? Nee. Oké. Ze hebben het programma, dat hele programma. Ja. Een HBO is 4 jaar, internationaal. Nee, maar ik bedoel, wanneer komt er überhaupt een volgende groep? Ja, dus groep, dat willen die mensen weten, toch? Het is modulair opgebouwd, dus je kan volgend jaar... In principe kunnen we volgend jaar, en dat is in de planning, volgend jaar weer een groepje inschrijven. Die zit daar weer 4 jaar. Okay, dus je moet het niet zijn als een, zoals wij kennen, een schooljaar. Ja, is precies. Oktober begin je en dan... Dat is maar moest wachten helemaal totdat die andere groep klaar is na 4 jaar. Oké. Dus elk jaar in principe is er inschrijven. Ja, 1 of 2 of 3 cohorts afhankelijk van... We moeten toegeven toch dat wij niet alles nog in place hebben. Net wat meneer Keizer zegt, we moesten het al 40 jaar geleden hebben gedaan. Je wilde wat zeggen? Ja, dus het zijn heel interessante discussies in die voorbereidende commissie geweest. Omdat een van de vragen die bijvoorbeeld werd opgeworpen, ik heb het gesteld, maar luister nou. Is het niet zo dat we dus onze eigen universiteit uithollen? Want dit is public management. Ja? Want onze universiteit zou dat ook kunnen doen. Mm-hmm. Dus dat was een interessante discussie die toen is gevoerd. Of van, ben je niet bezig jouw eigen ADEC uit te hollen? En toen kwam het eigenlijk op het specifiek karakter van de mensen die dus werken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld minder moeilijk vrijmaken om regulier onderwijs te volgen. Onderwijs te volgen, En de vereisten zijn, weet je. Dus er zijn een heleboel vanuit verschillende invalshoeken, hoor. Ook mensen van de universiteit zaten in de groep. Zijn er discussies geweest, omdat... Het is eigenlijk een HBO, public management. Maar onze eigen universiteit verzorgt dat ook al. Dus je moet gaan kijken van, what is the difference? Ja, waarom moet je vanuit de overheid zelf... En de discussies waren ook van... What about wanneer deze mensen zijn afgestudeerd? Gaan ze daadwerkelijk blijven bij die overheid? Ja? Je investeert in ze 4 jaren lang. Maar willen ze met die opgedane kennis werkelijk blijven bij die overheid? En meneer de Keizer, volgen zijn de lessen tijdens werkuren? Ja, dus tijdens werkuren. Tijdens werkuren. In de middag. Dat is eigenlijk de reden geweest dat het vanuit die overheid zelf is opgestart. Hoor. Omdat het zou een te grote drempel zijn voor de mensen om naar de ADEC te gaan. Oké. Okay. Maar ook aanvullend, als ik even bij de les mag blijven. De wat we kennen van ADEC, Public Administration, is meer wetenschappelijk gericht. Het is wetenschappelijk. En het is HBO, beroepsopleiding. Toegepaste wetenschap. Je krijgt een stukje theorie en je moet hem toepassen in die praktijk. Maar dat is ideaal, toch? Want wat je hier leert, toepassen in de praktijk, toch? Ja. Want je zit dan morgen toch ook weer aan het werk. Dus dan kun je dan met die... Klopt. Je zit al in die rol in principe. Je kunt het meteen weer toepassen. Juist. Maar dan kijk ik een beetje meer met een schuin oog naar meneer de Keizer. Want ik kom weer op het woord excellente overheid. Meneer de Keizer, wil dat zeggen dat als we nou de ambtenaren een HBO-opleiding aanbieden... en alle ambtenaren, zeg maar de groep die zich heeft opgegeven... Hebben allemaal een trouwens, welke titel krijgt zo'n ambtenaar als hij geslaagd is? Bachelor in bestuurskunde en overheidsmanagement. Bachelor in bestuurskunde, oké. En overheidsmanagement. Juist, precies. Ja. Maar betekent dat, meneer de Keizer, dat als we al deze ambtenaren, hun HBO-opleiding hebben behaald en ze allemaal HBO'ers zijn, dat we eindelijk uw wens in vervulling komt, dat eindelijk uw wens, want dan hebben we dan die excellente overheid? Nee. Heel eerlijk. Toch? Er zijn het hele systeem. Toch? Als je bijvoorbeeld als je de processen van de ministeries niet beschrijft. Mensen gaan even hard door blijven werken. Maar zijn ze wel productief? Want er is een verschil tussen hard werken en productiviteit. En je kan de hele dag hard werken, maar niet productief zijn. Want je haalt je targets niet. Dus die excellente overheid is van een aantal andere dingen afhankelijk.
Toch? Dus je kan de hele dag werken. Sommige mensen zeggen, joh, maar ook wat trangen, maar at the end of the day, in het door je target. Toch? Dus het is een begin. Belangrijk dus, begin. Dit is step one. Dus. Juist, het is een begin. Juist, je moet gaan werken aan die capaciteit, aan de kennis van die mensen. Ja. Maar om te verwachten dat je daarmee direct die performance van die overheid gaat verbeteren, is niet naïef zijn. Hè? Is niet naïef zijn. Je gaat het systeem moet je aanpakken eigenlijk. Ja. Het systeem. Want je gaat, je blijft nog steeds met 50.000 ambtenaren, toch? Niet zoveel. Maar. 45.000. Je blijft nog steeds met die 46, toch? Ja. En die zeg 10%, nou, 10% wil je op 10%. Gaat dat wel opwegen tegen die omvang van de rest, toch? Want we zien nu al op die ministeries dat het denkwerk door een selecte groep constant wordt gedaan. Dus eigenlijk zijn die mensen overwerkt. Ze zijn zwaar overwerkt. Dus als je dus nu meer hoger opgeleide mensen gaat hebben, ga je het probleem misschien een klein beetje verzachten. Maar het gaat dus, je moet meer dingen doen om naar een excellente overheid te gaan. Laat me het even hierbij houden. Heer minister, om even weer terug te komen op het punt. Is het zo dat de mensen zich mochten opgeven? Dus if you want it, doe je het? Of was er een speciaal verplichte geselecteerde groep? Van nee, jullie moeten het doen. Ja, dus kijk, wat wij hebben gedaan is dat wij op de eerste plaats ik heb een brief geschreven aan mijn collega's om op basis van hun inzichten zelf en hun directie, met hun directie na te gaan wie zij willen voordragen. Uit die voordracht te zijn rond de 300 something aan dingen hadden wij toen. Maar om ook een stukje onafhankelijkheid te hebben, dat niet alleen maar de hoofden of de OD's of wie dan ook mensen opgeven die ze zelf willen, hebben wij ook aangegeven dat er een aanmeldingsperiode van 2 weken zou zijn. Zodat buiten die groep ook ambtenaren zich konden opgeven. En laat maar zeggen, in beide gevallen hebben er zijn ambtenaren geselecteerd. Die zijn voorgedragen door hun leidinggevende. En er zijn ook ambtenaren die op basis van die advertentie zelf hebben geschreven. Zelf hebben ze zijn door de eerste horde heen en hebben zich kunnen opgeven, niet alleen, maar zijn ook toegelaten. Right. Dus, maar ja, goed, u weet het, hoe het allemaal goed gaat. Je doet de praktijk wijst uit dat je altijd een stukje ontevredenheid zal hebben. Ja. Die kan je nooit 100%... Sport of life, denk ik. Sport of life, meneer de Keizer. Meneer Keizer, misschien, ik weet niet of dat een vraag voor u is, of misschien voor de minister. Maar welke concreet, hoor, jullie hebben dat zo een beetje al een paar doorheen genoemd door die aflevering. Maar welke competenties leren de mensen onder andere aan? Exact. Welke competenties, heer minister? Ja, belangrijk is dat wanneer de opleiding is, wanneer ze dat heel traject hebben doorlopen, ze gaan alvast leren, of althans uiteindelijk zal je in groepsverband heel goed met elkaar moeten kunnen werken om complexe vraagstukken op te lossen. Omdat wij niet in een environment zijn waarbij een individu complexe vraagstukken kan oplossen. Je gaat het in een teamverband moeten doen. Je gaat in een teamverband moeten kunnen functioneren. Maar belangrijk is dat het stukje ontwikkelen van beleid, het kunnen leiding geven. Want we hebben in de praktijk als minister zien we het vaak genoeg dat zelf een dood eenvoudige memo produceren naar de ministers de wensen overlaat. Als we kijken naar het stukje taal, als we kijken naar een stukje onderhandelingen. Hè, wanneer je dus je zit met vakbonden, je zit met allerlei organen. Hè, dan moet je ook de competenties kunnen hebben van communicatieve skills, hè, naar buiten toe. Dus leidinggevende, communicatieve. Maar ook die theorie, belangrijk is die theorie omzetten in die praktijk. Op basis van die theorie, die
praktische, complexe vraagstukken moet je kunnen oplossen. En dat is in general wat wij verwachten. Ik denk dat meneer de Keizer zelf kan aanvullen welk profiel hebben we uiteindelijk na die 4 jaar als ambtenaar. Want laat me dit stellen dat dit alles een onderdeel is van die transformatie die wij hebben ingezet. Die transformatie van traditionele PZ naar HRM als onderdeel van die overheid waarin het toe wil gaan. Waarbij je let op zaken als beoordeling, functioneringsgesprekken, maar ook loopbaanontwikkeling. Dat zijn allemaal HR-instrumenten, HRM-instrumenten die je vandaag de dag moet meenemen. Ja. Dus het is een integraal geheel waarbij we niet alleen maar letten op... Het is niet een los traject op zich. Het is in combinatie met een aantal zaken die wij vanuit die overheid willen realiseren. Aanvullen even hoor. Ja. Dus het is niet alleen maar, er is niet alleen maar gekeken naar wat heeft de overheid nu nodig, dus du moment aan kennis. Maar er is ook gekeken van wat moet de nieuwe leidinggevende over 4 jaar ook nog kunnen doen. Nieuwe competenties. Ja. Dus niet alleen maar die pure public managerial skills. Maar die HBO afgestudeerden zou in principe ook in de private sector moeten kunnen functioneren. Dus die discussies zijn dus gevoerd. Ja, dus op uw vraag van wat het pakket dat eigenlijk is. Dat competenties, hè, dat de mensen dus aan leren. Klopt, het is dus eigenlijk moderne management en leadership competenties. Dus niet alleen maar specifiek gericht zijn op die public sector. Want je moet ook met jouw counterpart in de private sector kunnen praten over leadership en over management en over kwaliteitsmethoden en technieken. Dus het is eigenlijk op die manier gekeken naar de inhoud. Het ontwikkelt zich. Ja. U kijkt nog steeds naar deze aflevering van Opinie, waarin we praten over HBO-opleiding voor ambtenaren. We zitten vanavond met minister Mike Noor-Salim en Dennis de Keizer. Heren, nou heb ik een mooie vraag, want ik stel mezelf, toen ik dus dit hoorde, dat dus HBO-opleidingen komen voor ambtenaren, kwam er iets in me op. Waarom zouden we zoveel moeite moeten doen, ik denk meer vanuit het ministerie, om een eigen curriculum te gaan opzetten, in elkaar te gaan zetten, eigen opleiding in elkaar te gaan zetten, een heel HBO-traject in elkaar te gaan zetten, terwijl er verschillende instanties zijn hier in Suriname, die reeds, het is hun business, het is hun profession om HBO-opleidingen te geven. Waarom zouden we dat helemaal zelf moeten gaan doen? In plaats van dus de mensen die we hoger opgeleid willen hebben. Gewoon te sturen naar een van de instanties die al hier HBO-opleidingen draaien. Waarom zouden we dat moeten doen? Ja, kijk. Je kan het vanuit het oogpunt de praktijk even uitgewezen. Als we kijken naar de universiteit, daar is een de opleiding, behalve dat het wetenschappelijk onderwijs is. En wij zeggen we willen meer de beroepen variant, om het zo te noemen. Zitten zij overdag met die opleiding. En onze mensen werken. Dus wij zeggen alvast 1. Deels, het is de deeltijdopleiding. Dus je gaat in de middaguren naar je werk. En ik dacht 1 dag wordt wel 2 dagdelen, waarbij je dus overdag bezig bent. We zouden dus onze ambtenaren niet elke dag vrij kunnen geven om te zeggen, ga naar de universiteit. Dus daar heb je 1 drempel. Een tweede drempel is de middelen om voor de student zelf, als we kijken naar wat er op die markt aan opleidingen zijn en wat ze allemaal kosten. Mm. Laat me direct bij vermelden dat deze opleiding, omdat je als werkgever die rol hebt om de gelegenheid, althans de ambtenaren te stimuleren te studeren. Omdat het ook met name die organisatie ten goede komt. En je wil een betere organisatie. Maar dat is even een punt. Dus die student / ambtenaar betaalt geen cent voor deze opleiding. Nee. Die betaalt wel. Het is voor deze opleiding? Ja. Het is nu 1500 SRD voor een jaar. een studiejaar, om het zo te zeggen. Een studiejaar is 1500. Maar als we kijken naar de kosten die worden gemaakt,
dan zit je... Je zou die currency moeten veranderen van SRD naar euro of US. Ja. Dus je begrijpt dat daar al de overheid inkomt als werkgever om te zeggen, kijk, er zijn heel wat barrières, behalve dat onderwijskundige gedeelte, behalve dat gedeelte waarbij wij zeggen, hé, wij weten als overheid wat wij nodig hebben. Want wij zijn werkgever, toch? Wij weten welke soort ambtenaar we nodig hebben om een professionele, effectieve, efficiëntie dienstverlening te geven aan die samenleving. Klopt. Dat weten we als werkgever. Zoals in elke private organisatie die weet van, hey, ik ben een lasconstructiebedrijf en mijn mensen moeten graad 10 lassen kunnen. En als ik het niet elders kan doen, nou, dan doe ik een interne opleiding. Ja. Zo moet je het vergelijken. Ja. We hebben op basis van die need-assessment binnen de verschillende ministeries, wat wij willen als overheid, waar we naartoe gaan als overheid, zeggen, oké, dit wordt het vakkenpakket. En als in dit geval de andere instituten niet kunnen voldoen, om een of andere reden, niet alleen onderwijskundig, maar ook financieel, dan zorgen wij ervoor, omdat wij ook die taak hebben van Binnenlandse Zaken, van hé, jij bent, behalve dat je de mensen de gelegenheid geeft, of althans dat stimuleert, hebben wij in de taakstelling vorming en opleiding. Als onderdeel van dat HRM-plaatje. Ja. Voordat PZ HRM is geworden bij Binnenlandse Zaken, want we hebben directoraat HRM, bestond in ieder geval op middelbaar en VOJ-niveau al. Het enige wat we doen, je plakt dat heel traject ernaast. En dan komen we kijken naar, hey, wat zijn die obstakels? Ja, ja. Want wanneer die obstakels er niet waren, waren deze 700, 800.000 man die zich wel opgeven. Elders. Ja, precies. Dus op basis daarvan. Heer minister, dan, er komt nog iets anders in mijn hoofd op. Ik zit mezelf af te vragen. Als ik word als ambtenaar en ik word uitgekozen door mijn directe leidinggevende. Van, je moet gevolgen opleiding. In principe heb ik de behoefte niet echt om die opleiding te volgen. Maar goed, ik ben toch maar gewoon gestuurd door mijn directe leidinggevende. Hoe gaan jullie daarmee om dan, met dat soort mensen? Kijk, belangrijk is voor ons dat ambtenaren die zich opgeven zodanig gemotiveerd zijn dat één, ze geen barrières zien om die opleiding te zien. Dus inschrijfgeld is geen barrière, het middags lesvolgen is geen barrière, dus een stukje intrinsieke motivatie. Wat u daar opzomt is dat er van buiten een bepaalde druk wordt uitgeoefend op dat moet worden aangedragen. En als de persoon zegt, luister, eigenlijk heeft mijn baas me gestuurd, dan heb je al een minpuntje, om het zo te zeggen. Want het is niet zozeer dat mijn baas heeft me gestuurd. De baas heeft je de gelegenheid gegeven, of je leidinggevende geeft je de gelegenheid. Want die opleiding wordt door de overheid, kan je zeggen, als we kijken naar de kosten, ik dacht dat ik het daarnet al heb gesteld, maar de kosten die neemt die overheid voor een groot, zeker 80% op zich. De mensen betalen 1500 voor het hele jaar, kunnen dat in drie termijnen doen. Dus ik begrijp de student, er wordt gekeken om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de student dat er weinig barrières zijn. Maar als dat niet vanuit de intrinsieke motivatie vanuit die student zelf niet aanwezig is om een beter ambtenaar te worden, om beter te produceren, om betere dienstverlening te hebben op basis van ook mijn eigen kennis en kunde die ik opdoe en daardoor de organisatie kwalitatief te versterken, dan is er voor elk geval de eerste koord. Misschien als je daarna van gedachten verandert en dat je zegt, oké, nu ben ik zo ready en dan wordt er getoetst, want er vindt een toetsing plaats. Ja. We kunnen nou, jullie gaven aan dat we nu slechts 62 man in één keer kunnen accommoderen. Gebeurt dat in een eigen pand? Hoe gebeurt dat nu? En heb ik dan een subvraag, is wat zijn dan de toekomstplannen om dit gedeelte toch? Van dus het geklaag van zang, jongen, ik had wel de behoefte, maar 62 man. Hoe gaan we daarmee om in het vervolg? Dus waar wordt het nu gehouden? Of hoe wordt die opleidingen nu gehouden? En hoe zijn jullie van plannen te gaan doen in de toekomst? Ik heb met mijn collega van Buitenlandse Zaken gesproken, omdat wij zelf met het probleem zitten van accommodatie. En ziet u, als wij moesten kijken naar accommodatie, start je nooit bij wijze van praten. Dus je laat je niet ophouden door barrières. Mm-hmm. Maar omdat we in government zijn en Buitenlandse Zaken heb ik benaderd, de minister, Polak Ildis, die zegt, luister, ik kan
ik heb mogelijkheid om deze twee groepen op te vangen. En zo gaan we het doen. Er is ook gesproken met een collega van LVV. Die heeft ook zo'n grote multifunctionele zaal. Maar die hebben we secundair gelaten voor de andere groepen die komen. Maar op dit moment wordt het buitenlandse zaken waar wij de opleiding willen zullen verzorgen. Ja. En in de toekomst komt er misschien een eigen pand, meneer de Kees? Dus dat is of een echte opleiding? Ja. Ik denk dat het is een... Ik ga niet zeggen dat het een trial is. Maar je gaat leren, toch? Wat is die impact? Wat is die output? En gaat die performance daadwerkelijk veranderen? Ja, precies. En dan kan je dus kan je dus gaan naar een eigen school, een eigen academie. En weet je, dan is het duurzaam. Ja, maar dit is echt, het is voor de eerste keer, de minister zei het al. En ik denk dat het is, je gaat leren. Ja, ja, het is een leercyclus en je kijkt wat de added value is van deze opleiding. Ja. HBO opleiding voor ambtenaren. Heren, dan zijn we zoetjes aangekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Er is heel veel informatie hieromtrent. Ik kan me voorstellen, want het is een nieuw ding. Nou, een nieuw Sanji Sranam. Maar we moeten afsluiten. Tot slot, zouden jullie misschien wat willen meegeven aan de kijkers thuis? Ik weet niet bij wie ik mag beginnen. Ik kan eerst bij hem beginnen. Nou, ik benader elke beweging van de overheid, zoals je ondertussen weet, vanuit dat systeembenadering. Hè? En dat wil eigenlijk zeggen dat je alles wat je doet, moet impact hebben op het totaalsysteem. Het verhogen van kennis is een belangrijke bouwsteen. Toch? Want dat is, uit onze meting is ook gebleken, hoor, dat voor een belangrijk deel bijdraagt aan die slechte output. Dus dit is sowieso goed. Het is een heel goed initiatief. Very good first step dus. Het moet. Ja, het moet. Je moet die kennis en die kunde, want dat is ook deel van je HRM-beleid, waar het ministerie naartoe gaat. Hè? Ja, ja. Je moet dat verhogen. Maar het is een druppel. Ik ben heel kritisch wat dat betreft, want een diploma veronderstelt dat je die kennis hebt. Het is geen garantie dat je het kan executen. We zien het bij allebei docenten, toch? Ze hebben dat ding in hun hoofd, maar ze kunnen dat ding niet overdragen. Dus dat percentage ga je zeker hebben. En je heb je misschien 200 mensen die HBO-opleiding hebben afgerond. En in de praktijk, heel eerlijk hoor, voldoen misschien 50. Ik ben nuchter hoor, wat dat betreft. Dus die opleiding op zich is niet een garantie dat die performance echt beter zal gaan. Maar het moet komen. Want je moet ergens beginnen. En je gaat dan coachen en sturen en mensen. Het is een continuous proces. Ja, ja, ja. Maar dit is absoluut noodzakelijk. Heer minister, aan u het laatste woord. En ik wil zijn laatste regel aanvullen. Door aan te geven dat dus de kennis daadwerkelijk niet alleen voldoende is. Maar de persoonlijke kwaliteiten, beroepshouding, vaardigheden. En gedrag, emotioneel quotient, spiritueel quotient, alles wat quotienten worden opgenoemd vandaag de dag, behalve intelligentie quotient. Dus er is meer dan dat stukje kennis alleen. Kennis als onderdeel, maar het is een integraal geheel. En ik denk dat je als je al die puzzels bij elkaar zet, dat je wel toch kan praten over een overheid, een tijd. En echt, we zouden 10, 20, 15 jaar geleden al moeten zijn begonnen. Betekent dat je een inhaalslag aan het maken bent. Maar ook vanuit deze plaats wil ik de eerste groep studenten nogmaals op het hart drukken om die battles die zullen komen zich niet uit het veld te laten slaan. En degene die om welke reden dan ook de eerste koord niet hebben behaald, om het opnieuw te proberen, niet alleen, maar ook geduld te betrachten. Want in tijd zouden we moeten komen waarschijnlijk tot een heel instituut. Dat zie ik ook zo vormen, dat we een heel instituut zouden moeten hebben. En in tijd zelf het mastertraject, maar ja, dat is toekomstmuziek. Daar zou je waarschijnlijk een kabinet 3 nodig voor moeten hebben. Ja, ja. Zoals je het hebt gehoord van de twee heren, heer de Keizer en heer minister Noor Salim.
hebben ze aangegeven gedurende deze aflevering van Opinie dat als je wil gaan naar een excellente overheid, op weg naar een excellente overheid, zo met de keizer hebben gezegd, en je dat systeem efficiënter en effectiever wil gaan laten draaien, dan moet er een gezonde combinatie zijn van hoogkader, middenkader en lage kader. Er moet een gezonde combinatie zijn. En dus dit is een van de geweldige eerste stappen dat dus vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt. Om te gaan kijken van hoe doen we met die gezonde combinatie, mix. En laten we alvast dus een groep selecteren en een groep ook de ruimte geven om zichzelf aan te geven. Om zich hoger op te leiden naar HBO-niveau. Hopen dat dat we jullie met deze aflevering van Opinie wat meer informatie hebben kunnen geven over het reilen en zeilen, omtrent de HBO-opleidingen voor ambtenaren. En dat u dus dan iets meer nou weet hier omtrent. Dit was het geweest voor deze aflevering van Opinie. Ik wens u een hele fijne kijkavond verder. Als u deze aflevering op de helft hebt gezien of helemaal hebt gemist of van iemand hebt gehoord, dan kijkt u rustig naar de herhaling op de woensdagavond en de vrijdagavond ook weer om 9 uur, hetzelfde tijdstip als van vandaag. Of als u dat ook hebt gemist, dan gaat u rustig naar YouTube en dan bekijkt u dan, zoekt u deze aflevering op en dan bekijkt u dan rustig op onze YouTube-channel. Onze YouTube-channel heet het Nationaal Informatie Instituut. Nationaal Informatie Instituut. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken als u echt op de hoogte wil blijven van echt wat er gebeurt in het land. Fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.